Welkom bij aflevering 2 van Appenpop, The Making Of. In deze aflevering volgen wij dag 4, 5 en 6 van de opbouw. Voor de communicatie op het terrein gebruikt Appenpop niet het 4G-netwerk, maar ze bouwen een eigen netwerk op, zodat eigenlijk ook bij calamiteiten de verbindingen in stand blijven met de medewerkers. Hier verschijnt ook iets wonderlijks. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor prachtig ben je hier aan het bouwen? Het loading dock. Het loading dock. Loading dock. Ja. Oh, vrachtwagens komen hier dadelijk aanrijden en dan doen ze hier laadklep op de vloer. En dan gaan alle kisten zo de podium op. Oh, oké. Dus dat is een heel logistiek gebeuren nog. Ja. Voor het lossen van de... En dat is voor de apparatuur die de artiesten zelf meenemen. Ja, precies. En straks ook voor het licht en geluid wat er nog in komt. Oké. Nooit geweten. Dankjewel. Nee? Alsjeblieft. Appenpop die heeft ook een hond. Kom eens hier, schat. Hey. Kom eens hier. Wat vind je van Appenpop? Ja, je bent heel trouw, hè? Elk jaar kom je. Twee dagen geleden waren we hier, toen lagen de lichtbruggen nog op de grond. Die zijn inmiddels naar het dak van de tent gehesen en men is inmiddels gestart met de podiumbouw. De podiumbouw gebeurt uitsluitend door professionals. Dat heeft te maken met aansprakelijkheid en dergelijke en vooral het vakmanschap. Voor de sponsors en hun genodigde gasten wordt een aparte tribune opgebouwd links en rechts van de tent. Hans, heftruckchauffeur, ook Appenpop. Wat doe je allemaal, jongen? Ik doe hier alles. Ja? Alles wat er voor handenspandiensten. Handenspandiensten en in het weekend het hele kerstverhaal. Ja, want voor een heftruck moet je natuurlijk papieren hebben. Ja, zeker. Ja. Ben jij goudwater hier natuurlijk? We hebben voldoende, maar het is altijd lekker om een paar bijen. Ben je de hele week hier actief? Ja, zeker. Ja? Ja. Vrij voorgenomen? Vrij voorgenomen, ja, dat doen we al. Mogelijk. Dat doen we al zes. Ja. Namens Stiel, hartstikke bedankt. Graag gedaan. En geniet van het evenement. Dankjewel, jullie ook. Mag ik jij wat vragen? Wat ben je aan het verrijden hier? Ja, spullen voor de VIP. Voor de VIP. Maar wat zit er verborgen in die tonnen? Helemaal niks. Helemaal niks? Zijn het afvalbakken? Nee. Puur decoratie. Puur decoratie. Oké, ja, dat is ook nodig natuurlijk. Nou, succes man. Dankjewel. De VIP-tent krijgt inmiddels ook al vorm. Twee dagen geleden waren we hier, toen waren ze elkaar aan het opbouwen. Inmiddels wordt er al van alles ingereden aan decoratiemateriaal. Waar onder andere ook deze prachtige lichtbrug die moet zorgen voor de gewenste sfeer. Ik sta hier bij Sven. Sven, jij zorgt onder andere voor de decoratie hier en dan met name het technische gedeelte, denk ik. Ja, nee, dat klopt. Ik ben eigenlijk sinds 2015 vrijwilliger. Eigenlijk alle jaren ingezet als vrijwilliger voor diverse aspecten. Meestal rond de siteverlichting, treinverlichting. En enkele jaren geleden was er aardig wat budget tekort. En toen ben ik ingesprongen met mijn bedrijf om hier in ieder geval in de VIP en de backstage verder uit te breiden qua verlichting. Ja. En doen we nu nog steeds met heel veel plezier. En voor de rest ben ik ook gewoon de hele week nog aanwezig. Jij bent echt een professional, hè? Ja, ze zeggen het. Laten we het zo. Ah, nee, maar dat is toch zo. Nee, ik doe het inderdaad voor mijn werk. Bescheidenheid? Nee. Ik doe het voor mijn werk inderdaad. En zeker voor Appenpop en hoe lang ik hier al loop. Het is gewoon heel leuk om het terug te kunnen doen. Nog wat extra naast vrijwilliger zijn. Je bent van Night Flight event. Ja, klopt. Night Flight. Ben je er een beetje reclame voor maken? Ja, nee, als het dan toch kan. Dan zou het heel mooi zijn natuurlijk. Hey, hartstikke bedankt. Is goed. Nou, bedankt. En gaat goed komen. Jullie zitten als het ware in de lappenmand. Ja. Dit is ook voor decoratie hier in de VIP-tent? Dit is ook voor decoratie. De VIP-tent. Twee jaar geleden hebben heel veel dames en moeders door het jaar heen allemaal vlaggetjes voor ons genaaid. En elk jaar worden die hergebruikt. Dus deze komt in ontvangst. En jij bent ook elk jaar hier te vinden? Ik ben ook elk jaar hier te vinden, ja.
Wat zitten jullie hier gezellig met z'n twee? Ja, met z'n drieën zitten er nog. Nou, die heeft een heel groot scherm voor zijn hoofd, hè? Ja. Die wil niet in beeld. Wat zijn jullie aan het doen, als ik vragen mag? Wij zijn parkeerplaatsen aan het toewijzen voor de artiesten. En ja, daarbij moeten we invullen waar ze mogen parkeren, want we hebben diverse parkeerplaatsen. Dus of heel dichtbij, of wat iets verder weg. Dat is een stukje moeten lopen. En verder is Rens ook aan het mailen naar de tourmanagers. Dus ja, wat informatie over aanstaande vrijdag en zaterdag, hoe het allemaal werkt. En, jullie zijn zeg maar voor de logistieke communicatie tussen Appelpop en de artiest. Ja, niet alleen logistiek, dat zijn we dan nu aan het doen. Maar we zijn al maanden in contact met de artiesten om ze goed te kunnen ontvangen. Hè? Dus hoeveel personen komen ze, hoeveel auto's, waar moet het aan voldoen? Willen ze mee eten? Dus alles om de bands goed te ontvangen. Ja, daar sta je als bezoeker helemaal niet bij stil, hè? Nee, het is echt een... Je denkt dat ze met de gitaar aankomen en dan... Even inpluggen en gaan, maar dat is niet hoe het in de werkelijkheid is. Belangrijk werk. Ja, zeker. Ja, wel hartstikke leuk. Okay. Het is alweer de zesde opbouwdag van Appelpop 2023. En we gaan eens even kijken hoe de stand van zaken is. Mag ik u wat vragen? Want we zijn bezig met een programma over het maken van Appelpop. Ik zie jullie zelfs op de knieën liggen van Appelpop. Ja, dat klopt. Af en toe moeten we wat dingen doen, hè. Ja. Wat is jullie taak hier? Wij zijn nu even alle spullen voor de toiletlocaties aan het uitzoeken. En nu? Hetzelfde, ja. We zijn een team, worden bij elkaar. Ja. Want hoeveel toiletten worden er gebruikt op zo'n dag? Vier locaties. Vier locaties. Ja. Dus totaal aan hoeveel potten moet ik denken? Ruim 100, schat ik zo'n beetje. Oké, nou, die heb je wel nodig ook, hè? Ja. Oké, nou, succes. Dankjewel. Dankjewel. Aan de horizon is inmiddels nog een tent verschenen. Het zogenaamde Blossompodium. En dat Blossompodium dat wordt gebruikt voor zeg maar, de wat minder bekende artiesten. Die dus eigenlijk dan ook wat minder publiek trekken. Ik sta hier in de middelgrote tent, het zogenaamde Gotan podium. En zoals je ziet is het podium al opgebouwd. Deal! Waar zijn de handjes? Het allerbelangrijkste van het festival is inmiddels ook gearriveerd. Dat zijn de tanken met bier, nu nog leeg. Maar uiteraard straks zitten ze ram vol. En ze staan klaar, de eerste, om straks in de bars geplaatst te worden. Als bezoeker op Appelpop denk ik, ga even een plasje doen, maar daar komt heel wel bij kijken logistiek. Ik sta hier bij Alex. En Alex, jij bent terreincoördinator. Ja, dat klopt. Ja. Gedurende het festivalweekend ben ik terreincoördinator. Ja. En ook een belangrijke taak is, wat ik hoorde voor jou, is dat je contact hebt met de buurt, met de buren van het terrein, zeg maar. Ja, klopt. Ja. Wij nodigen de bewoners die om het terrein wonen, die nodigen we uit zeg maar, voor een bewonersrondleiding elk jaar. Dus dan lopen we even op dinsdagavond een rondje met ze. Dan kunnen ze het terrein even bekijken van een andere plek. En op een ander tijdstip, want normaal gesproken mag je hier niet het terrein op nu, want we zijn nu een bouwterrein. En ze krijgen ook een polsbandje als ze hun huis niet in kunnen, omdat wij de boel afsluiten, zeg maar, om het wat makkelijker te maken voor de beveiliging. En dat soort dingen regel ik. Hoe is die medewerking van de buurt? Ja, die is goed. Het is gewoon gezellig. Van de week kreeg ik ook een heel leuk mailtje, zeg maar, dat ze heel erg blij waren dat de bandjes al op tijd binnen waren, zeg maar. En wensen ze ons succes met de bouw en met het festival zelf. Dus het was over het algemeen gewoon een hartstikke leuk contact, ja. En nog een taak voor jou is, want je bent eigenlijk, nou je doet best veel eigenlijk, is ook nog eens een keer dat als bijvoorbeeld ergens te druk is, dan probeer je dat anders op te schalen of wat is dat? Ja, wij hebben natuurlijk, wij kunnen met camerasystemen kunnen wij goed bekijken van joh, op het veld, joh, wordt het niet te druk bij de wc's en zo allemaal. En soms krijgen we ook wel een melding van joh, die wc is een beetje druk, maar op de camera's kun je het altijd niet zo goed zien, zeg maar. Dus, ik loop best wel veel kilometers. Ja, je fysiek een rondje doen. Ja, ik word dan aangestuurd van joh, ga eens even daar ter plekke kijken. En kijken of we misschien wat iets anders kunnen doen met een dranghekje, iets anders. Zodat de doorstroming iets beter wordt. Ja. Alex, dankjewel voor je verhaal. Nou, graag gedaan.
Mannen, ik zie jullie allemaal heel coördinerend kijken. Hè? Huh? Oh. We waren net klaar mee. Wat is dit in voor bijzonder apparaat? Een lichtmast. Een lichtmast? Een lichtmast voor, van, ja, voor de avond. Dus die gaan we straks even stellen en dan stroom erop en dan komt de cilinder omhoog. En dan hebben we een mooie ledlamp. Want hier waar we nu staan, komt nog een doucheruimte te staan. Had ik 5 keer mogen raden, had ik het nog niet geweest. Nee, waarschijnlijk niet. Best wel een ingewikkeld ding. Er is een gigantische partytent opgebouwd voor de artiesten. De artiesten komen meestal 1 uur, 2 uurtjes van tevoren aan. En ja, die willen een beetje relaxen, een hapje eten, een drankje doen. Daarvoor hebben ze deze prachtige tent opgebouwd. Ik zou zeggen, kom even naar binnen. Pas op het opstapje, cameraman. En kijk mee wat voor fantastische uitzichten deze sterren krijgen hier op Appelpop. Schaft de pot vandaag? Wij hebben vandaag rijst met Kip Kerry. En onze vrienden van Tokyo Lounge hebben een aantal gerechtjes voor ons gemaakt. En die gaan we ook serveren. Goed, jongens, ik blijf. Ja, dat mag. Altijd welkom. Meld je anders. Hey, hoeveel mondjes moet je voeden? 125. Elke dag? Nou, dat wisselt. In het weekend zijn het er 600-700. Nou, een complete gaarkeuken. Ja, 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 dan is 450 kilo stamppot prakken. Dan komt het helemaal goed. Tot zover aflevering 2 van de Impressie Opbouw Appelpop 2023. We gaan nog 1 aflevering maken. Dat wordt dan voor dag 6, 7, 8 en een hele kleine 9. Wil je op de hoogte gehouden worden van wanneer er weer een nieuwe aflevering beschikbaar is? Ga dan even naar onze website regiotvtiel.nl. Bovenaan klik je aan update. Vul even je e-mailadres in en je krijgt automatisch een bericht in je mailbox als er een nieuwe aflevering beschikbaar is. Mijn naam is Gijs Peters. Tot de volgende Appelpop, de making of. We'll be right back.